Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Schalkoord Training en Advies en Zwembad de Witte Brug. Ik heb begrepen dat jij nummer 1 bent. Wat verwacht jij van vandaag? Ja, ik heb de eer om Mo Marceau te mogen vervangen. Hij had nummer 1. En natuurlijk word ik dan aangekondigd als wereldkampioen en Europees kampioen. Maar er moet natuurlijk wel bijgezegd worden dat dat in de categorie 60-64 is. Dus dat niet iedereen van mij verwacht dat ik hier meteen als eerste... eerste dame over de finish zou komen, want dat weet ik echt niet of dat, ik heb geen idee wat mijn concurrenten zijn. Hey, je moet opschieten, hè? Want ik moet starten. Okay. Heb jij vaker meegedaan aan dit soort triathlons? Ja, dit is ook de derde keer dat ik hier meedoe. En hoe snel ga je zwemmen? Want ik begrijp dat alle snelste de 6 minuten over gaan doen. Nou, 6:30 hoop ik te doen, maar je moet rustig aan doen. Je moet 3 sporten doen, dus je moet rustig opbouwen. Ik kan 6 minuten zwemmen, maar ik moet veel meer doen. Succes. Dankjewel. En we zijn gestart. Is het niet veel te druk in zo'n baan met 6 zwemmers tegelijk? Als er genoeg mensen techniek hebben, kan je makkelijk een 8-mar onder onze baan zwemmen. Maar zolang als iedereen ongeveer dezelfde snelheid heeft en qua techniek een beetje kan zwemmen, dat makkelijk genoeg. Gemist. Ruimte voor atleten. Hoe ging het zwemmen? Prima. Opstappen bij de balk. Ga je niet afdrogen? Nee. Succes. Helemaal in trance. Daar gaat hij. Op de fiets voor 21 kilometer. Zijn schoenen zitten er al op. Het was vanmorgen 11:15 en ik ben pas aan het eind klaar om alle fietsen weg te gaan. En wat verwachten ze van u? Wat gaat u doen hier vanmiddag? Iedereen tegenhouden die niet hoort. Heren, waar is jullie fiets? Jullie moeten nog gaan. Hebben jullie er zin in? Ja, we hebben er zin in. Ja. Wel een beetje lastig, maar... Hoe lang gaan jullie over het zwemmen doen? Ik heb begrepen dat de allersnelste er 6 minuten over doen. 6 minuten? Nou, ik zat denk ik aan 20 minuten. Dus het wordt lastig. Ja, daar zijn ze hoor! De titanenstrijd! Wat bent u aan het doen, mevrouw? Ik ben mijn sticker alles aan het stickeren. Zodat ik straks alles terug kan vinden. Waar mijn fiets staat, waar mijn tas staat. En dan kan ik straks zo in één keer weg. Hebt u vaker meegedaan? Nee, het wordt de eerste keer. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat. Ja, wat zijn uw verwachtingen? Tijd qua zwemmen? Nou, zwemmen is niet zo'n probleem. Fietsen ook nog niet, maar dat hardlopen is niet mijn ding. Dus daar heb ik wel een hard hoofd in. Totaaltijd? Ik hoop in de 1 uur en 3 kwartier binnen te zijn. Ik begrijp dat u gaat voor fietsen bij het hardlopen. Ja, wij zorgen er dan voor dat hij de goede parcours gaat doen, de eerste keer, de eerste ronde. Dan weet hij ook de andere 6 ronden hoe hij moet lopen. In totaal 7 ronden en na de eerste keer gaat u er vanuit dat ze het weten? Ja, daar ga ik wel vanuit, ja. Dus meestal is het ook zo, want er staan ook parcoursmedewerkers met vlaggen. Maar ik wil zeker weten dat de eerste niet fout. Je bent de eerste, hoe voelt dat? Lekker! Hij is de eerste van shift 1, hij is dus de eerste van iedereen op dit moment. Hij gaat hardlopen nog 5 kilometer. Zet hem op. Ik begrijp dat jouw vriend meedoet. Ja, dat klopt. Waar zit hij ongeveer in het parcours? Als nummer 1. Hoe heet jouw vriend? Leander van Dichelen. Hij is nummer 1, dus hij gaat als eerste finishen straks. Of er moet iets heel geks gebeuren, maar ik denk dat hij als eerste gaat finishen. Dan gaan we die kant op om te kijken. En wat vond je van het parcours? Uitdagend. Niet echt ideaal, maar wel erg leuk. Voor de fun, absolute topper. Voor recreanten, echt een supercours. Je ziet heel veel mensen langs de kant van de weg. Kijk! Hey, een beetje doorlopen, slappen. Dikke, kom op! Dus, het is heel mooi dat je zeg maar, een stuk of 11 keer iemand die langs ziet komen. En dat is wel heel goed voor de motivatie. Dat maakt het wel heel leuk, want de meeste triathlonwedstrijden ga je gewoon 20 kilometer het veld in. En dan na een half uur kom je weer terug en dan zie je pas je support weer. En nu is het juist hartstikke mooi dat iedereen langs de kant zit. En daar komt de eerste vrouw binnen. Dankjewel. Hoe is het gegaan? Ja, ik heb lekker gezwommen. Snelle mannen in de baan, maar ja, die moet je laten gaan. Fietsen, ja, leuk op dit parcours, ook technisch. Dus het is altijd goed, dan beter dan alleen maar lange rechte stukken. Dus daar word je alleen maar beter van. En gelukkig kon ik lekker doorlopen. Wat vind je van de tijd die je hebt neergezet? Ik heb geen idee. Ik heb
heb niet gekeken. Nou, ga het maar eens uitzoeken. Geniet ervan. Oké, dankjewel.